Daar zijn de spelers van FC Twente voor de derde thuiswedstrijd van het seizoen. Nadat het er eerder werd gewonnen van Fortuna Sittard en FC Groningen, nu dus tegen Emmen met het debuut bij Twente van Kik Piri. U ziet de opstelling. Twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Groningen. Xander Schenk vertrok. Piri is dus zijn vervanger centraal achterin. En op het middenveld is er een basisplaats voor Ramiz Zerouki. 22 jaar, geboren in Amsterdam. En ook opgeleid in de Ajax-jeugd. Al maakte hij al in 2016 de overstap van Ajax naar Twente. En hij is de vervanger dus op het middenveld bij de Tukkers van Godfried Roemeratu. En ook hij is een vervanger, Simon Mulder. Want eigenlijk zou deze wedstrijd geleid worden door scheidsrechter Martin Perez. Maar die is uiteindelijk dus niet hier in Enschede. Simon Mulder is de scheidsrechter. Bij Twente tegen Emmen. Emmen begonnen met 1 uit 3. En zo ziet de formatie van Dick Lukien eruit. Dezelfde elf als in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Dat was best een hele aardige wedstrijd vorige week. 1-1 in Emmen. En net als bij de thuiswedstrijden tegen Fortuna en Groningen wordt er flink vuurwerk afgestoken hier in Enschede. Een gooi van Oosterwolde, de linksback. Komt hier een kans aan voor Twente, Telgenkamp. Moet in ieder geval in actie komen op de uithaal van Ramiz Zerouki. Tippling. En heel veel ruimte hier bij linksback Djaner Kavlan. Zo kan Emmen serieus in de aanval. Kavlan heeft natuurlijk een goede voorzet. Daar was De Leeuw. Hier is Lauwersen. Het duwtje wordt bestraft door scheidsrechter Mulder. De kans die eruit voortkomt, overigens niet benut. Want wat wild geschoten door Lauwersen. Het was wel een goede voorzet van Kavlan. Telgenkamp, waarom zou je zo opbouwen door het midden als je ploeggenoot onder druk staat? Wat zien we dat toch vaak de laatste tijd? En wat gaat het ook ontzettend vaak mis? Bijna levert dat een dikke kans op voor Twente. Dit is wel pittig wat De Leeuw doet. Brama ziet nu zijn ploeggenoot geblesseerd op de grond zitten. Plek Wezuelo. Dus gaat de bal over de zijlijn. Wat doet Telgenkamp hier? Die speelt zomaar Ben Moussa aan die in de dekking staat. Brama. Tjerni. Danilo. Dat is ook een stevige overtreding. Daar gaat de eerste kaart komen. Die is voor Bakker. Zo wordt het pittiger. Is het nu ook onvriendelijk. Veel te hard en ook veel te laat, Bakker, ten opzichte van Danilo. Goed gedaan, Jesse Bos. Danilo heeft niet heel veel ruimte nodig om uit te halen. Uit de draai geschoten door de Braziliaan. Twee keer trefzeker in de eerste drie competitiewedstrijden. Zerouki. Tegenover Ben Moussa. Dat is ook vrij pijnlijk. Bijl krijgt de bal hard tegen zich opgeschoten via Ben Moussa. Hij krijgt hem toch behoorlijk vol in zijn gezicht. Glenn Bijl. Piri. Wezuelo. Ebuehi had de bal al kunnen krijgen. Uiteindelijk wordt het een hele goede paas. En dan moet het raak zijn nu alsnog. Goed gedaan uiteindelijk door Araujo. En inmiddels gefloten. Omdat Araujo behoorlijk geblesseerd lijkt te zijn geraakt bij die verdedigende actie. Goede aanval van Twente. De loopactie van Ebuehi.
Hij wacht lang. Pleguezuelo, maar doet het heel erg goed. En dan zit Araujo er tot twee keer toe tussen. En voorkomt hij zo een bijna zekere goal van Twente. Prachtige volle maan. En dan gebeuren er soms gekke dingen. Bijl. Peña. Bal gespeeld. Ben Moussa. Maar die moet dat toch een stuk beter kunnen. Hilal Ben Moussa. Zuelo speelt de bal te ver voor zich uit, maar zet daarna goed door. En dan is het hier misschien wat mogelijk voor Twente. Zo wellicht helemaal Danilo. Czerny. Moeite om die bal onder controle te krijgen. Lauwersen. Met zijn lichaam ertussen. De paas is ook prima van Lauwersen op Kolar. De Leeuw komt voor de goal. Kolar. En Drommel, en dat is eigenlijk het eerste serieuze gevaar van Emmen. Na 35 minuten voetbal. Goede rol hier voor Lauwersen. Kolar kan niet zo heel veel doen. Behalve de Leeuw bedienen, maar daar kiest hij niet voor. Danilo, Czerny. Bos en Danilo, die zich sterk voelt. Veel goede dingen laat zien. Danilo schiet hem hier recht op Telgenkamp af. Maar zo komen er wel wat mogelijkheden voor Twente. Poging van een meter of 20. Zerouki. Lauwersen, gaat er iemand op zijn tenen staan? Ja, maar het spel gaat door. Hij heeft Emma de bal bij Tibbling. Araujo. Tibbling stapt op de bal, is hem kwijt. Zerouki, geen overtreding. Mulder fluit niet. Dus krijgt Twente de kans en het scoort ook via Václav Czerny. Tibbling is boos op scheidsrechter Simon Mulder dat hij geen vrije trap krijgt. Maar ik begrijp dat de scheidsrechter hier niet voor fluit. Hier Tibbling in de fout. Zerouki, er is natuurlijk wel contact. Maar de scheidsrechter vindt het niet zwaar genoeg om daarvoor te fluiten. Goed verlengd door Menig Oosterwolde. Bos en Menig. Goede redding Telgenkamp. Die houdt Emmen hier in de wedstrijd. Dennis Telgenkamp. Twente ontzettend dicht bij 2-0. Tibbling, Bijl en Lauwersen. Nicolai Lauwersen. Simon Tibbling. Zit hier iets in voor Emmen. Ik denk dat het buitenspel is voor de Leeuw. Ja, de bal gaat omhoog. Anko Jansen rost hem wel binnen, maar de vlag is omhoog. Dus het doelpunt telt niet. Geen buitenspel voor Jansen. Maar de assistentscheidsrechter zag hier wel buitenspel voor de Leeuw. Kavlan. Het balletje Anko Jansen. Kavlan. Peña Jansen. Goed gespeeld door Emme Kavlan. Anko Jansen. De Leeuw bij de eerste paal. Jansen. Goed gedaan zeg. Kans voor Emmen nu om te scoren. En dan moet hij raak zijn. Bijl, de Leeuw, het is ook raak. Daar is de 1-1.
Weer scoort Michael de Leeuw. Zoals hij dat ook vorige week deed bij zijn rentree tegen Willem II. Nu doet hij het hier in Enschede. De hoofdrol natuurlijk voor invaller Anko Jansen. Het zijn de ervaren spelers die het hier doen voor hem. Peña. Dit zorgt voor vertrouwen bij Emmen. Tibbling. Jansen. Kavlan kan er overheen denderen. Anko Jansen. En daar is hij weer. Michael de Leeuw. Maar nu gaat de vlag wel omhoog voor buitenspel. Van assistent scheidsrechter Nicky Siebert. Nu gaat het feest niet door. Anko Jansen. En dan is het, als je het zo ziet, inderdaad buitenspel. Bakker gaat op zoek naar Glenn Bijl. Gevangen door Jaden Oosterwolde. Peña. Verlengd. Lauwers en Bijl is er langs bij Oosterwolde. Hier is Anko Jansen. Niet zo makkelijk om die bal tussen de palen te krijgen. Goede aanvalsopzet van Emmen. Prima actie, Glenn Bijl. De uithaal van Anko Jansen. Maar kan Twente toch nog één keer in de aanval. Is goed gespeeld door invallen van Leeuwen. Czerny. Laatste aanval van de wedstrijd. Brama. Nu komt Eboué. En dan valt die bal nog goed. En moet Telgenkamp nog keren. Daar was hij nog bijna voor FC Twente. Via invaller Linden Salahi. Hij had daar nog de winnende treffer op zijn schoen. Telgenkamp ontzettend belangrijk met deze redding. Want bijna is daar nog de winnende voor de ploeg van Ron Jans. Het eindigt in Enschede. Uiteindelijk in 1 tegen 1. Het tweede punt van dit seizoen voor Emmen. Twente blijft ongeslagen. Speelt voor de tweede keer gelijk. De eerste helft was Twente wat sterker, maar in de tweede helft, mede door de invalbeurten van Anko Jansen en Michael Chacon, was Emmen sterker. En scoorde uiteindelijk Michael de Leeuw nadat Czerny dat voor Twente deed. Een gelijkspel dus uiteindelijk hier in de Goalsvesten in Enschede tussen Twente en Emmen.